Als je hout moet schuren, wat je later met vernis, met blanke lak, wil vernissen, dat je de nerf nog ziet, moet je nooit dwars op de richting van de groeirichting, van de nerf, schuren. Want je ziet hier dat je ziet aan dat het die kant op gaat. En dan schuur je ook in de richting van die nerf. Want ga je er dwars op gaan schuren, en dat lijkt soms wel eens handig, omdat dat sneller gaat. Maar dan krijg je lelijke krasjes. En dat is als je gaat schilderen, gewoon gronden en aflakken, is dat niet erg. Maar als je gaat vernissen, dan zie je die krasjes terug.